Goedenavond. Loes heeft nieuwe plannen. Een paar weken geleden werden we benaderd door enkele ouders van vormelingen die vroegen of het niet mogelijk was om via Loes eens het een en ander te vertellen over geloofszaken. Er zijn er twee mogelijkheden. Je zegt van geef mijn portie maar een fikkie, daar begin ik niet aan. Of in ons geval hebben we gezegd, nou dat vinden we dan, wat ze zo heerlijk clichématig kunnen gebruiken, dat vinden we dan een uitdaging. We gaan die uitdaging aan. Volgende week, eerste Pinksterdag, 's avonds tussen 8 en 11 op Loes, de eerste aflevering van Het Hart van Vier. Tot dan. Goedenavond kijkers, we staan hier voor het dorpshuis De S waar zometeen de zogenaamde opwarmavond gaat beginnen. De opwarmavond is het eerste programmaonderdeel van het jubileumfeest van de fanfare en drumband Sint Willy Broeders en voetbalvereniging Essen Boys. Eigenlijk een beetje te vroeg, want vanaf volgende week vrijdag gaat het feest pas echt beginnen. Maar vanavond gaan we alvast in de stemming proberen te komen. Voor deze opwarmavond is iedereen van harte welkom, maar alle sponsors van het jubileumfeest zijn voor deze avond speciaal uitgenodigd. Door de drie verenigingen wordt een avondvullend programma aangeboden, wat zeker de moeite waard is. Uiteraard hebben we een kort officieel gedeelte met enkele sprekers, maar daarnaast hebben we een concert van de fanfare en drumband, de presentatie van het pionneke, een showoptreden van de fanfare, een optreden van het bestuur van de Boerenbond en een wervelend optreden van de knoesjes. We zullen er de hele avond met de camera van Loes bij zijn en we zullen enkele gasten en medewerkers om een reactie vragen. We gaan nu naar binnen en we zullen zien wie de gasten zijn. Tot zo! We zijn hier bij de nieuwe loper. We zullen eens gaan kijken of deze thuis is. Nou? Ja, ja, er komt beweging. Hallo? Hey! Ik zat wel raar aan te kijken. Ja, inderdaad. Wij zijn met Olympisch vuur aan het lopen. In verband met die feestweek. Ja? Weet je wel. Ja, ja, lekker. Ik kijk iedere week naar Loes, hè? Je bent ja. Lid van de ja? Harmonie, dus. Ja. Maar dan willen wij hem eigenlijk aan jou overdragen, dat jij hem naar burgemeester Haas gaat brengen. Oh, goed. Ja. Maar, we hebben nog een speciale opdracht bij. Moet, ja. U bent erelid van de fanfare. Ja. En moet u onderweg een erelid opzoeken van Essen Boys, die u vergezelt naar burgemeester Haas. Oh, dus ik hoef gelukkig niet alleen. Nee, nee. Zou jij dat willen doen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Alsjeblieft. Ja. Nou, nou eerlid bij een voetbalclub, die snor ik wel op. Dat ja, moet lukken, hè? Ja, daar kom ik wel achter. Dat zal wel lukken. Ja, ja ik denk het wel. Ben jullie eigenlijk goed gegaan? Ja, ja. 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 Dus het is nog een heel eind hoor, als je het hard moet lopen, dan moet ik af. Ja, maar nou, dat maar goed. Nee, maar daar komen wij wel uit. Hartstikke dat mooi. Dat zal wel lukken, denk ik. Veel succes. Ja, succes, hè. Oké, okay, bedankt, hè. Joe. Houdoe. Houdoe. Ik heb dus de fakkel in mijn handen gekregen van Jan de Kato van Carina. Die gaan wij nou met de laatste etappe gaan wij naar burgemeester Haas. En daarvoor heb ik een erelid van de voetbalclub uitgenodigd. En die staat klaar. Ik heb hem gebeld en die zal klaarstaan. Dus daar gaan we nou naartoe.
Jongen, jongen. Nou, Piet. Maak je borst maar nat. Ben je er klaar mee, jongen? Ja. Heb de laatste etappe? Ja. En wat getraind toch? Ik ben blij met de schoenen en klimmen. Hey, getraind? Ja. Wil je nog afscheid nemen, Piet? Nee, of ben je joh? Niet thuis, dus je bent thuis. Niet thuis? Nee. Oh, goed zo. Dus ik ben er klaar voor. Nou, dan gaan wij. Dan gaan we ervoor. Is ver. Is er niet meer te hoog dicht? Dat doen we dadelijk wel, als ik de temperatuur kom. Is dat zo waar? Ja, nou, ik heb hem net vastgehouden. Doe je het even. Goed houden. Ik zit hier vanavond met Angela Pijnenburg en Rini van Brunschot. Ze willen ons wat komen vertellen over de Olympische Spelen die worden gehouden tijdens het feestweekend met Pinksteren. Angela en Rini, wat kunnen jullie ons vertellen over dit onderdeel? Nou, voordat Angela begint over de Olympische Spelen echt, wil ik je vertellen over de Olympische estafette. Het is inmiddels volgens mij al 13 weken geleden dat we in de tuin bij Deel van Noorden thuis, daar ben je zelf ook bij geweest, heb je debuut gemaakt als presentatrice. Ja. Hè? Toen hebben de voorzitters, Henk Binsen en Theo, de estafette gestart middels het ontsteken van de fakkel. Theo is toen onze eerste loper geweest en daarna zijn er nog vele gevolgd. Nou, de bedoeling van die estafette lopen is, en dat was en is nog steeds, dat gewoon de eerste mensen een bekend raken met het feest Pinksterweekend. Nou, en dat is eigenlijk wat ik eerst wilde zeggen. En is dat gelukt, denk je? Nou, ik denk het wel. We hebben heel veel reacties gehad van de eerste mensen, dus ik ga ervan uit dat mensen ook heel veel naar Lucie gekeken hebben. En ik denk dat de boodschap goed overkomen is. Dat het inmiddels wat duidelijk is voor de loeskijkers dat we een Pinksterweekend een feest hebben. Maar ik wil eigenlijk vertellen, dat we hebben die estafetteloop gestart, maar we gaan ook eindigen met die estafetteloop ergens. En daar kom ik eigenlijk voor hier. De
het einde van de eerste wedloop zal plaatsvinden op 23 mei, net voorafgaand aan de Olympische Spelen. Ja. En dat zal gebeuren door de laatste loper, dat is dan een heel bekend persoon, dat is burgemeester Hans Haas. En die zal dan ook het echte grote Olympische vuur gaan ontsteken hier op het sportpark. En dat blijft dan branden tijdens de Olympische Spelen. Dus dat wordt een leuke happening. Angela, je hebt al heel vaak het woord Olympische Spelen gehoord. Wat bedoelen jullie ermee? Ja, Olympische Spelen zoals de grote Olympische Spelen zijn, maar dan in het klein, op zijn S. Ja, een zeskamp in een jasje van de Olympische Spelen. Dus gewoon gezellig samen sportief bezig zijn. Kunnen jullie iets vertellen over de onderdelen? Ja, ik wilde wel iets over kwijt, maar eigenlijk is het ook best wel, willen we het nog een beetje verrassing houden, ook voor de ploegen die ingeschreven hebben. We hebben een evenement op de Dommel. Het is een wonderwiel noemen ze dat. Dat is een wiel waar je in moet lopen. Wat er precies gaat gebeuren, dat ga ik nog niet vertellen, want dan is de spanning eraf. Maar we hebben in ieder geval ook een hoop duikers in de Dommel liggen, dus er kan niks gebeuren. We hebben hier nog een circuit met een step en er is toppendansen, ja, een soort zeephelling. Ja, ik zou zeggen kom kijken, ja. Dat weet ik zeker. Ja, het is hartstikke leuk. Wie doet er allemaal mee? Ja, we hebben in ieder geval alle clubs of verenigingen in S aangeschreven. Dus daar doen al een hoop mensen van mee. Iedereen in S heeft een formulier gehad om in te schrijven om mee te doen. Dus het is de bedoeling dat vriendenkringen, sportclubs, iedereen die er zin in heeft om mee te doen. Ja. Is er iets mee te winnen ook? Ja, dat is wel de bedoeling. Het gaat vooral om het sportieve deel natuurlijk. Gewoon sportief bezig zijn, zoals de Olympische Spelen echt ook zijn. Dus het gaat niet echt om de grote prijzen, maar er zijn prijzen te winnen. Ja, je moet meedoen om te kunnen zien wat je kunt winnen natuurlijk. Is er nog iets meer over te vertellen? Ja, er is nog zat over te vertellen, maar ik denk dat we even terug moeten naar Rini, want die heeft nog iets te vertellen over het Tielmeke. Zowel wellicht bekend, zeker bij de loeskijkers, gaat het fietstrimpelen Tielmeke, dat zijn 8 fietsfanaten uit de S, een fietstocht rijden vanaf Trois-Vergiers uit Luxemburg naar S, op die dag dat wij de Olympische Spelen hier hebben. Nou, aan die tocht, aan die fietstocht, hebben wij de sponsoring opgehangen voor het zakenleven en een prijsvraag voor alle S-mensen. En daar wordt allemaal nog over ingelicht en dan komen ze allemaal nog, wordt allemaal nog bezocht door een van de leden van Fanfare en de voetbalclub. Nou, die renners die arriveren die middag op het sportpark op enig tijdstip, we weten dus nog niet wanneer of hoe laat. En dan op dat moment worden de Olympische Spelen stilgelegd en dan gaan we die jongens op een warm onthaal trakteren. Dus je weet niet hoe laat het pionneke arriveert die dag? Nee, dat weet ik niet en als zou ik het weten zou ik het ook niet vertellen, want die tijd, de tijdstip is mede bepalend voor de prijsvraag. Dan zouden mensen al iets kunnen afleiden, dus nee, dat kan niet. Nou, Angela en Rini, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. Ja. En kijkers, u heeft het gehoord. Het belooft een geweldig spektakel te worden. Het mag u niet missen. U moet beslist komen. Dan gaan we nu terug naar onze estafettelopers. Tot volgende week. We'll be right back.
weg, hè. Ah, hij is thuis. Hij is er. Goedenavond. Dat is een verrassing. Wij komen namens de gemeente Espan staan met de Prins en ik heb grote gebeurtenissen op u te wachten. Ja. En ik hoop dat u daar medewerking wilde aan het verleden. Namelijk 50 jaar bestaan van Varen, 45 jaar bestaan drumband, 40 jaar bestaan voetbalvereniging. Dat zijn belangrijke, dingen. Voor belangrijke maar over de festiviteiten kan mijn collega, eerder lid van de fanfare, u het meer vertellen. Ja, moet je luisteren. We hebben dus op zondag 23 mei ja. zijn de Olympische Spelen. Hè? Ja. En bij Olympische Spelen hoort Olympisch vuur. Ja. Ja? En nou is onze vraag of u dat naar S wilt brengen en op zondag 23 mei om 2 uur het Olympisch vuur wilt aanmaken. Dat wil ik graag doen. Ja? Ja, sympathie voor veel en goede dat jullie zo lang nou, dat vinden we ontzettend voor binnen de gemeenschap van S doen. Ja, dat vinden we ontzettend leuk. Heel hartelijk bedankt. En heel veel succes met lopen. Je kunt nog een mooie week trainen. Dat is goed. Het is te doen. Het is te doen. Het is een haas, ja. Oké. Wij hebben ook getraind. Ja, oké. We zullen doen. Ja, extra gestimuleerd. Alsjeblieft. Neemt u maar niet mee naar binnen, want... Nee. Bedankt en tot dan. Graag gedaan, hè. Succes ermee. Dank u. Bedankt, hoor. Succes ermee. Alsjeblieft. Oké.
opening. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Op deze opwarmavond. Waarom opwarmavond? Er staat in het volgende weekend, het Pinksterweekend, een heel feest voor de boeg. Niet alleen feesten, er staat het teken van sport en spel. En omdat u als sponsoren, op welke wijze dan ook, financieel of door middelen beschikbaar te stellen, door materialen, door kennis, door arbeid, door wat dan ook, door een stuk grond beschikbaar te stellen tijdelijk, auto's enzovoort, zo grandioos hebben gereageerd dat we hebben gemeend, in ieder geval het weekend voor deze festiviteiten, ja, een avond aan u op te dragen. We hebben alles uit de kast getrokken om te proberen om een zo leuk mogelijk programma voor u vanavond te presenteren. En ik denk, zoals ik het gezien heb, dat we daartoe ook in geslaagd zijn. Wat ik niet wil vergeten is in de eerste plaats natuurlijk burgemeester Haas, van harte welkom te heten. Voorzitter Theo van Doorn van de voetbalclub en Henk Biddens van Vervaar en pastoor Smulders. Hartelijk welkom en aan u allen, genodigden, niet genodigden, leuk dat u er bent. Ik zou ook even de oud-dirigent Henk Schenk laten binnenkomen. Henk, ook van harte welkom. De drumband heeft al reeds het een en ander laten horen. Echter, niet het een en ander, het was de Mars 45, zij voor ons gespeeld hebben. Zij gaan voorts voor u brengen. Jungle Colors, part nummer 1 van H. Martens. En Pop Classics en Shuffle van J. Schippers. Jungle Colors, part nummer 1 is een modern werk bestaand uit twee delen. Met een duur van circa 8 minuten. In totaal, er kan wel recht gesproken worden van een concertwerk. In het werk heeft elk instrument zijn eigen plaats gekregen. Toch de afzonderlijke partijen krijgen juist daardoor het mystieke effect dat de titel wordt bedoeld. Vanwege het tijdsbeslag wordt alleen deel 1 uitgevoerd. Pop Classics, wat daarop volgt, eveneens een modern concertwerk, dat bestaat uit 3 delen. Diverse maatsoorten en verschillende tempi volgen elkaar op. Voeg er de nodige dynamiek aan toe en alle ingrediënten voor een prachtig werk zijn aanwezig. Ik vraag u speciaal aandacht voor de drumband, die voortgestaan door dirigent, instructeur Mark Peijen. Uw applaus alsjeblieft. Succes. De winkel van Bas Schoones lijkt misschien wat klein, maar voor een groot assortiment moet je op de Groenweg zijn. Elektrische gereedschappen voor de hobbyist en professional. Installatiematerialen voor cv en kraan. Alles voor de perfecte verfklus. Alle soorten tuingereedschappen. Schoonmaakartikelen voor huis en auto. Van alles voor de dierenvriend. Heeft u iets nodig voor uw woning, tuin, terras? Kom dan eerst even langs bij Bas. Garagebedrijf Erik Pijnenburg uit Best bestaat uit verschillende onderdelen die zorg dragen voor u en uw auto. Voor onderhoud, reparatie of APK-keuring kunt u terecht bij garagebedrijf Erik Pijnenburg. Indien u handig bent en op zoek naar goedkope auto-onderdelen, kunt u terecht bij CarPass Best. Wilt u een bus of auto huren? Informeer dan bij garage Erik Pijnenburg of bij CarPass Best, want die zorgen goed voor u en uw auto. Bouwbedrijf Timmers uit Rosmalen. Het bedrijf voor al uw bouwactiviteiten. Bouwbedrijf Timmers is in staat van het minste het mooiste te maken. Het erf van het boerenbedrijf Van der Braak is omgebouwd tot het prachtige woonerf Een Boogert in Es. Wilt u het vakmanschap van bouwbedrijf Timmers aanschouwen? Kom dan gerust eens een kijkje nemen op Een Boogert in Es. Het resultaat van een stukje vakwerk. Alles heeft op zijn tijd een opknapbeurt nodig, ook uw huis. Als die tijd gekomen is, neem dan contact op met Pivador Gevelreiniging. Pivador maakt gebruik van de nieuwste technieken, waaronder het microstralen. Verbouwen of verhuizen is niet meer nodig als u Pivador Gevelreiniging op bezoek heeft gehad, want zij maken dat uw vieze oude gevels er als nieuw uitkomen te zien.
Wilt u meer informatie over gevelreiniging of wilt u elders het PIVADE-resultaat bekijken? Bel ons dan. Bakkerij Leo Geerts uit Den Bietenmortel bakt iedere dag voor particulieren, gezondheidsinstellingen en cateringbedrijven uit heel Midden-Brabant. Bakkerij Geerts heeft vele soorten banket en diverse bake-off-producten. Vooral de taarten met de afbeelding van uw jarige Job of jubilaris hoort tot hun specialiteiten. Bakkerij Geerts zorgt ervoor dat het voor de bakker komt. Wil ik graag even voortgeven aan de voorzitter van de vriendenclub, aan Theo van Meijs. Theo, mag ik jou verzoeken? Dames en heren, vanavond vinden we de aftrap van de festiviteiten. Die zijn samengebracht onder de titel 135 jaar beweging. Jammer van alles is dat het getal niet klopt. Men heeft namelijk uit het oog verloren dat de Stichting Vrienden van de Fanfare, de drumband, die ik op dit moment vertegenwoordig, 5 jaar bestaat. Je zou dus ook kunnen zeggen dat we in S 100 jaar muzikaal in beweging zijn. Een nieuwe muziek, dat vereist extra aandacht, zowel materieel als geestelijk. De stichting wil op dit moment in materieel opzicht de feestvreugde vergroten door middel van het schenken van 2 bugels. Aan welk instrument grote behoefte bestaat bij het vervaren. Ook aan het komend feestweekend heeft de stichting een belangrijke bijdrage geleverd. Maar daar blijft het niet bij. Het stichtingsbestuur heeft in hun lustrumjaar een aankomende componist de opdracht gegeven speciaal voor de S-fanfare een werk te schrijven. Dit werk moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Tot uiting zou moeten komen dat de Romeinse tijd. Evenzeer zou tot uitdrukking moeten worden gebracht dat onze gemeenschap ook in de volgende eeuw op de muzikale kaart blijft staan. S zou aan specifieke punten in het werk herkenbaar moeten zijn. In het werk zou aan het slagwerk een duidelijke rol moeten worden toebedeeld. Met genoegen kan ik thans namens onze stichting aan de jubilerende fanfare en drumband en via hen aan de gemeenschap S aanbieden een jubileummars voor fanfare en uitgebreid slagwerk. Deze mars draagt de titel Asca Sic Diocis, afgekort ASDS, wat Latijn is voor lang leven S. Het werk is gecomponeerd door Jan Gerrit Ademan. De componist zelf zal een toelichting op het werk verzorgen, waarna u al luisterend naar een aantal frases uit het stuk kunt oordelen of hij in zijn opdracht is geslaagd. Namens de Stichting Vrienden van Fanfare Drumbands in Winnebordes wens ik u allen nu en in de toekomst veel luisterhulp. Dank u wel.
Bravo, Maries. Zandsoft. Laat de computer weer lachen. Dames en heren, het was me eigenlijk nog niet zo heel lang bekend dat ik ook nu vanavond al wat zou zeggen. Ik beschouw het ook als een opwarmetje, meneer Van Schijndel. En u straalt, en dat mag ook, en dat moet ook zelfs, maar dat geldt ook voor voorzitter Henk Bindels en voor Theo van Doorn. Ik denk dat Theo van Doorn denkt, jullie spelen allemaal maar volgende week zal ik ze allemaal wel eens wat laten zien als ze gaan promoveren naar de vierde klasse. En dat wens ik u in ieder geval van harte toe, en dat zou het geweldig zijn als dat zou kunnen samenvallen met deze jubileumactiviteiten. Ik wens u dat, en uiteraard ook de spelers, van harte toe. En ik heb u al gezegd, ik moet die dag ook nog in Helvoort bij een Gilde festijn zijn, maar als het de gelegenheid daar nog is, zal ik zeker een groot deel van de wedstrijd bijwonen. En ik hoop met u dat dat succesvolle einde zal hebben. Eergisteren stond ik ook op deze plek vanwege het bierpompfeest. Weersomstandigheden die zo mooi van daar binnen. En toen heb ik de nieuwe ingezetenen gezegd hoe geweldig dorp S is. Ik heb gezegd, ik voel me een beetje als de pastoor of de dominee die op de kansel tegen de kerkgangers zegt dat ze veel naar de kerk moeten gaan. Maar die mensen zijn er al. Gold eigenlijk ook een beetje voor de nieuwe ingezetenen. Ze hadden al lang bedacht dat S een mooi dorp is om in te wonen. Dus zoveel overtuigingskracht hoefde ik daar niet meer bij te leggen. Maar het zou goed zijn als ze ook deze activiteiten en die van volgende week, maar ook heel veel andere, zouden bijwonen. Want dan denk ik dat ze nooit meer hier weg zouden willen. Want het is fantastisch wat er denk ik een jaar lang gebeurd is. Heel veel achter de schermen. Mensen die organiseren weten wat het inhoudt. En die nooit organiseren staan eerst met kritiek klaar. Maar ik denk dat heel veel mensen hier weten wat het betekent om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En als ik goed kan rekenen is dus over 5 jaar, 150 jaar S in beweging. Wat moet dat dan nog een geweldig feest worden. En ik hoop dat van harte ook bij te mogen wonen. Ik heb Jan Gerrit Adema met zijn hele fanfare. Was het 28 oktober in de Schalm in Veldhoven met heel veel belangstellenden mogen volgen. Het was fantastisch, een ruime eerste prijs. En als ik ook nu dit hoor, maar ook die compositie, Aska, Sic Dio, Sis, dan weet ik wat voor kwaliteit hier bijeen is. En dat moet alleen maar in opwaartse richting verder gaan. Dan wens ik de fanfare, maar ook de drumband van harte toe. Geweldig ook dat zoveel sponsoren het mogelijk maken, want dat is tegenwoordig nu een keer zo. Zonder hen kunnen dit soort activiteiten niet plaats hebben. Maar ook dat is een S dik voor elkaar. Volgende week zal ik graag bij veel activiteiten van de partij zijn. Samen met mijn vrouw. We zullen zien wat het allemaal wordt. Ik hoop dat het weer meewerkt. Ik moet ook nogal wat doen. Hardlopen en zo. Hè. Naam heb ik in ieder geval mee. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. En anders zien we wel. Ik ben nog maar kort sinds de verkiezingen. Ook belast met de portefeuille cultuur. Zo zie je maar weer. Hè. Cultuur. En er is, maar dat was al door wethouder Van den Brand, dus in het vorige college gestart. Een culturele commissie. En wat goed dat in die culturele commissie deskundigen uit alle vier de dorpen, dus een alfabetische volgorde, uit Biezenmortel, uit S en uit Haar en uit Helvoort zitting hebben. En ook samen met de vrienden van de fanfare is al eens over nagedacht. Wat zou dat nou kunnen betekenen in het kader van dit jubileum? Nou, er is heel veel over gesproken, je weet hoe dat gaat tegenwoordig. Maar ik denk dat we er aardig uitgekomen zijn. Paula Bergman, die zie ik al glunderend staan, is lid van de culturele commissie namens S. Weet ook heel veel van cultuur. En ik vind het heel fijn om aan de voorzitter van de fanfare ook nog eens twee instrumenten te mogen aanbieden, waarvan ik hoop dat die zo heel goed gespeeld zal worden. En dat wordt het grote bestaan. Heel even onder
of we ondersteuningen en op wat verwijzen. En ik wil het toch nog een keer voor iedereen hier benadrukken. Het is echt zo. Ik zeg het uit de grond van uit. We hebben geweldig veel medewerking gehad van een aantal afdelingen van de gemeente. En zelfs van de politie, brandweer, wat je ook maar noemen maar wat er voor nodig is om zo'n evenement te mogen houden. En zeker in de feesttent op het parkplein. En zeker met betrekking tot de klus die we hebben moeten klaren om het zo voor elkaar te krijgen dat de noodbom kon blijven staan. Nou, we zijn er samen goed uitgekomen, maar ook vanwege het enthousiasme en F waarop u op een aantal zaken hebt gereageerd. En daarom is het een groot genoegen om iets als eerste het programmaboekje van ons feest te mogen overhandigen. Ik dank u hartelijk, jongens. En wil ik graag ook voorzitter even door het boekje overhandigen. Kijk op. Henk is weggelopen, denk ik. Hij is instrumenten wegbrengen. Dat doen we dan straks in. Oké, dankjewel. Goedenavond. Loes heeft nieuwe plannen. Een paar weken geleden werden we benaderd door enkele ouders van vormelingen die vroegen of het niet mogelijk was om via Loes eens het een en ander te vertellen over geloofszaken. Er zijn er twee mogelijkheden. Je zegt van geef mij een portie maar een fikkie, daar begin ik niet aan. Of in ons geval hebben we gezegd, nou dat vinden we dan wat ze zo clichématig kunnen gebruiken, dat vinden we dan een uitdaging. We gaan die uitdaging aan. Volgende week, eerste Pinksterdag, 's avonds tussen 8 en 11 op Loes, de eerste aflevering van Het Hart van Vier. Tot dan. Dit is een bekende mars van Willy Schotemeijer. En in het kader van het feestweekend, dat door de vervaren drumband en voetbal gehouden wordt, is deze mars zeer toepasselijk. En we willen u dan ook zeker niet onthouden. En tevens wil ik gaan vragen of het pionnetje ook binnen wil komen. Terwijl de vervaren speelt.
Dankjewel. Welkom aan de Pulke. Welkom aan TV Roospalen. Welkom aan alle jongens en meisjes die jullie zo netjes hebben binnengebracht. Theo, vertel eens iets over het Pulke. Wie is het Pulke? Wat is het Pulke eigenlijk? Er zijn 9 fanatieke fietsers die elke zondagmorgen 100 kilometer wegtrappen en zondagavond 60, 70. Dan gaan we met 2 uurtjes, maar dan gaan we iets harder dan zondags. En die gaan regelmatig toertocht fietsen. Afgelopen woensdag hebben de jongens nog de Amsterdam Gold Race voor de liefhebbers gefietst. Dat is heel goed gegaan, ik was er niet bij, maar ze zeggen dat het goed gegaan is. En verder ja, willen wij elk jaar toch wel eens een weekend houden of zo. En dit was een mooie gelegenheid om een sponsoractiviteit op te zetten voor het jubileum. En ik dacht dat het hele dat allemaal goed loopt en dat het goed geslaagd is. Ja, perfect jongen, dankjewel natuurlijk. Kunnen even kort iets uitleggen van hoe jullie erbij gekomen zijn? Want het is een aanbieding voor jullie zelf, hè? Het was een heel goed idee. Nou, we hebben dat een jaar of 10 geleden hebben we ook eens gedaan voor werk aan de kerk. En nou was dit en ik dacht, ja, misschien is dat wel een aanleiding voor jullie om op deze manier sponsors over de streep te halen. Een extra dimensie om toch weer wat geld binnen te krijgen. Dat was een hele goede zet, want er is, ik mag wel zeggen, heel enthousiast op gereageerd. Iets over de tocht. Er zijn een heleboel mensen die de laatste tijd zo geweldig aan het vissen zijn van hoe lang ze nou, zouden ze nou overdoen en hoeveel klimmen zitten erin. Kun je niet een heel klein tipje van de sluier oplichten? Ja, dat ken ik wel. Wil je die fiets winnen, dan moet je minimaal 4 formulieren invullen. Zo, dat is op zich niet verkeerd. Nee, eentje met goed weer, eentje met slecht weer, eentje met wind mee en eentje als er eentje niet goed is. Ja. Maar in het begin, Traviège, dat is het hoogste punt van Luxemburg. Dus stel eigenlijk voor, want we moeten van 785 meter naar ongeveer 10 meter, dus het is gewoon afdalen. Alleen die Belzen die hebben voor zo'n alles gelijk gemaakt, hè? Die hebben hier nog een hoop van die bulten laten liggen. Dus de eerste 100 kilometer is vrij pittig. Er zitten een paar behoorlijke klimmen en lange klimmen in. En dan is het 150 kilometer, dan zijn er 50 kilometer, dan noemen wij vlak. Maar een hoop mensen zeggen dat is ook nog heuvelachtig en de rest is gewoon vlak over de camper. Ja, ja. En dat lukt wel, denk ik. Perfect, jongen. Hoe zit het trouwens? We horen de laatste dagen zo ontzettend veel in de Tour de France over allerlei stimulerende middelen en zo. Hoe zit dat bij jullie? Oh, het zit heel goed. We hebben allemaal. We hebben EPO, we hebben het gelijk. En alles bij dan? Alles. Nee, dat is het. Maar net hebben we hier staan te wachten, hebben we aan de bar gestaan en nou, daar hebben ze ook goede dopamine genomen. Dus als ze zo goed fietsen als ze daar gedaan hebben, nou, dan lukt het wel. Goed zo. Dus jullie zijn er helemaal klaar voor. Misschien wil ik zelf eens even al jouw mensen benoemen of bekendmaken? Ja. Dus, op de eerste plaats Stefan van den Biggelaar, die is 34 jaar, die komt uit Boksel, die is 2 jaar bij ons. Dat is de eerste tocht boven de 200 kilometer voor hem, dus daar wordt afzien van hem. Dan hebben we Patrick de Roude, die is ook 34 jaar, oud voetballer, maar zijn knieën zijn kapot. En nou gaat hij bij ons mee en die heeft al vlug een grote mond. Maar als er een keer iemand die mee kan, dan noemen ze hem opa, maar dat hebben we vlug afgeleerd. Dan hebben we Jacques Baars, die is er niet, dat is een klein manneke, maar dat is ook echt een doorbijter, die krijgt er niet af. Dan komt ook 42 jaar Martin van der Meijden, ook een hele goeie, maar wij als ploeg hebben er weinig van, want die is zo dun, die wint er buiten gewoon langs, kunnen we nooit uit de wind zitten bij hem. Dan hebben we Anton van Herpen, 45 jaar. Ja, die gaat gewoon door, die ziet er niet aan, die zit altijd, of dat hij kapot komt, maar hij gaat gewoon door, hè. Die blijft gewoon door fietsen. Dan krijgen we 49 jaar Kees van der Aken. Dat is een echte Flandriën. Jullie weten wel wat het is. Dat zijn echt die oude Belgische stampers. Niks en stoempen, verstand op nul en maar door. Dan hebben we Ad van Helvoort. Die was vorig jaar op vakantie in Italië en daar heeft hij profwielrenner Erwin van Vekke ontmoet. Dat was een hele goede, was zeg ik, een hele goede veldrijder. Maar sinds dat hij hem altijd getraind heeft, is hij nergens. Maar dus altijd hem al zo af laten zien. Dat... Nee, dat is ook een goeie. En dan is de bedoeling dat ik jullie allemaal bijhoud. En als ik jullie maar bij kan houden, dan ga ik golven.
Dankjewel, Theo. Uiteraard wensen we jullie allemaal heel veel succes toe, heel veel sterkte toe en heel veel gezondheid toe, want het vraagt nogal wat natuurlijk van de mensen. Als ik het goed heb, help me even, in zaterdagmorgen om 10 uur vertrekken de wielrenners voor de tent. Het zou heel leuk zijn als er ook wat mensen bij aanwezig zouden willen zijn. Dan gaan we naar die Margrate, dan stappen we uit en dan gaan we 100 km fietsen naar Traviers een beetje op te warmen en even wat klimmen doen. Er zit een hele leuke klim in, dat weten ze nog niet. In Brakkegel, dat is ongeveer 16 km klimmen, dat is heel leuk. Maar dat doen we op ons gemak, want anders hebben we zondags niks meer over. Theo, heel veel succes met de pulke. En we zullen jullie warm ontvangen, dat beloof ik jullie. Ja, heel veel succes, hè? En tot kijken. Jongens en meisjes, dankjewel. Jullie geweldig optreden. Ja, keurig. We gaan verder met de fanfare, dus jullie kunnen als jullie willen. Die kant weer. Bij garagebedrijf Van Langenberg van Kuringen vinden we een uitgebreide keuze aan gebruikte auto's. Voor elk budget is er de juiste auto te vinden. De eigen vakmensen zorgen voor APK-keuringen, onderhoudsbeurten en alle voorkomende reparaties. De auto's zijn in topcondities met een BOVAG garantiebewijs. Als u koopt bij Van Langenberg van Kuringen, rijdt u goed en veilig weg. Kurtjes BV. Groot geworden in het kleine S heeft het ISO-certificaat gehaald. Kurtjes BV, voor al uw grond- en reinigingswerk, ziet dit als een stuk waardering voor het vakwerk dat door hun verricht wordt. Vanuit hun nieuwe werkhal in Hedel gaan de grondreinigers en slippersen over heel Europa. Maar ook voor eenvoudig grond- en straatwerk kunt u terecht bij Kurtjes BV uit Hedel. Van de Hurk is zonder twijfel de makelaar voor de gehele gemeente Haren. Het aanbod van woningen kunt u zien in de Rabobank in Helvoort en Haren en natuurlijk in de vitrine van ons kantoor. Van de Hurk bemiddelt ook in agrarische objecten en productierechten. Door de nauwe samenwerking met een vast notariskantoor en banken biedt Van de Hurk u voor alle vragen en problemen een oplossing. U ziet het, Van den Hurk steekt huizenhoog boven de anderen uit en is uw vertrouwen meer dan waard. Op het kantoor van Van der Zanden BV kunt u terecht voor al uw financiële zaken. De dagelijkse bankzaken worden verzorgd door de beste bank in uw regio, de Regiobank. Voor leningen, sparen, hypotheken, etc. bent u bij Van der Zanden in combinatie met de Regiobank aan het juiste en vertrouwde adres. Maak eens een afspraak of informeer vrijblijvend.
Dankjewel. Maar Joop, mag ik jou toch vragen even naar voren te komen? Ja, ik geef een warm over heel, heel warm applaus. Voor een fantastische zang. Heel erg hartelijk bedankt dat je hier was. Het was grandioos. Ik heb werkelijk genoten. Dankjewel. En dit voor jou, alsjeblieft. Een applaus daar, meneer. Fantastisch. Van de week ben ik nog hier in Es geweest in verband met de mis voor de vruchten van de aarde bij in de boerderij van Es op het Overend. Ja. U kunt Es niet zo erg missen, of wel? Ik kan Es niet goed missen, maar ik ben eigenlijk nog blijer dat ik merk dat heel veel mensen in Es graag hebben dat ik kom. Ze hebben voor vanavond echt een uitnodiging gehad, dus ze zien mij blijkbaar graag. En hoe gaat het nu met u? Ik heb gehoord dat u een tijd ziek bent geweest. Ja, maar ziek zijn is echt geweest in die tijd dat ik hier wegging in oktober is de operatie geweest. En intussen is alles oké. Okay. Er is helemaal niks voor in hand. Prima. Genieten we hier een beetje vanavond? Ik vind het schitterend, met name wat de vervaren allemaal voor de dag gebracht heeft. Ik vind het geweldig. En zien we u volgende week met het Pinksterweekend weer terug, of niet? Heel zeker, want ik heb zelfs een uitnodiging gekregen om in het Pinksterweekend in een of andere playback show, geloof ik, ja, om daar in de jury te zitten. Dus ik zal al mijn deskundigheid voor de dag moeten halen om iets van te maken. Nou, hartelijk bedankt en dan zie ik u volgende week waarschijnlijk zeker terug. Ja, dankjewel. En ik kan me nog herinneren, ik heb er nu nog bijna hoofdpijn van, dat we nog eens een keer kampioen geworden zijn zelfs. Ja, 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 ja. Dat waren gouden tijden. En op een gegeven moment, ja, word je te oud voor dat voetballen. En dan ga je alternatieven zoeken. En toen ben ik gaan fietsen. En dat bevalt me uitstekend. Dat doe ik heel enthousiast. Nou, en ja. Zijn jullie helemaal klaar voor volgende week? Voor de... Nou,
Wij hebben zoveel trainingskilometers gemaakt. Ja, ik maak me eigenlijk helemaal niet ongerust. Dat gaan wij allemaal heel makkelijk halen. Daar ben ik van overtuigd. En dan zal S wel zien waar wij toe in staat zijn met ons clubje. Nou, dat gaat dan zeker lukken, dat geloof ik. Reken er gerust op. Wij komen weer terug in S. En dan zie ik jullie volgende week wel aankomen, denk ik. Ja, en dan pakken we er nog eentje met z'n allen op ons succes. Hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Tot ziens, hè. Ja. Tegen RKK SV. Die is heel belangrijk, heb ik gehoord. Ja, precies. Je werd goed geïnformeerd. Ja. En dan kunnen wij voor het tweede keer in het bestaan van de voetbalclub naar de vierde klas promoveren als we dan winnen. Ja. Dus het zou leuk zijn, zeker omdat ook met 40 jaar bestaan van de voetbalclub is en de festiviteiten die nou ook al een klein voorproefje van zijn. Ja. Zou leuk zijn. Ja, dan wens ik jou veel succes. Okay. En hartstikke bedankt. Dankjewel. Nou, ik vind het zo moeilijk om over mijn eigen iets te vertellen. Hè. Ik doe dat liever niet. Ik vind, dan moet er maar iemand anders voor gaan zoeken die tegen jou naar toe ligt. Okay, ja? Zal ik doen. Oké. Okay. Maar ben je bij de festiviteiten vanavond ook betrokken, of niet? Nou, in principe niet. Hier hebben we een commissie voor die deze avond in elkaar gezet heeft en geregeld heeft. Maar ja, je kunt overal natuurlijk mee aan helpen. En er is altijd wel iets te doen. En ja. Bij het beste weekend volgende week, ben je daar wel bij betrokken? Jawel. Ik zit op de verschillende commissies ervan. En ja, het is altijd werken natuurlijk. Er moeten boodschappen gedaan worden. Ja. Moet overal weer bezorgd worden. Hè? Ja. Hoe vind je tot nu toe vanavond? Oh, hartstikke leuk. Nou echt, we hebben zoveel leuke reacties. Het zaal had het concert geweldig mooi was. En voor ons ook. Het was, ze hebben nog nooit gedaan met zang. Dus het was heel erg leuk. Ja, ja, echt heel leuk. En wil je nog iets te kijkers vertellen? Over? Nou ja, ik hoop natuurlijk alle kijkers volgende week met Pinksterweekend, dat ik ze overal tegenkom, alle vier de dagen natuurlijk, hè? Want het wordt een geweldig feest, echt waar. Ja. Nou, we sluiten het af. Bedankt, veel plezier volgende week en succes. Hey, hartstikke bedankt, hè? Okay. Goed zo, bedankt. Om de echtgenote van de voorzitter van het feest te zijn. Nou, het is verschrikkelijk druk. Ik zal ontzettend blij zijn als het over is. Ja, ja. Als het feestweekend loopt, dan krijgt van mij de zegen na. Dat is allemaal voorbij. Ja, inderdaad. Weer wel rust in huis. Ja. Wil jij nog iets vertellen aan de kijkers? Nou, ik wil even vertellen van... het is op 19 mei een cabaretavond op Zorgcentrum Sint-Jozef. Nee. Maar speciaal iets van de commissie en het is speciaal voor onze eigen bewoners en de bewoners van de Aarlijnwoningen. Dus daarom wil ik wel even zeggen dat er weinig rugbaarheid aangegeven wordt. Maar ja, het is speciaal voor de bewoners van het zorgcentrum, dus vandaag. Okay. Ja? Benieuwd,
goed gehoord. Ik bedank jou vriendelijk en tot ziens. Oké, dag. Je overvalt me wel een beetje, maar ja, we hebben een hele week van verschillende activiteiten. Maar ik zit met Olympische estafette, heb ik gezegd, vrij actief geweest. En de mis. De mis kan niet meer mis. En even kijken. Wat zit er nog meer bij? Ja, we hebben de borden geplaatst. We zijn nog volop bezig eigenlijk dat de SC Boys naar de vierde klas moeten. Ja. Volgens mij ben jij heel blij als het allemaal afgelopen is, of niet? Nou ja, ik kan behoorlijk goed onder spanning leven. Dus ik vind het prima dat het zo allemaal loopt. En als SC Boys dus naar de vierde klas zou gaan, nou ja, dan ga ik helemaal naar mijn dak, hè? Ja. Jij denkt zeker dat ze volgende week maandag gaan winnen? Het is in de na-competitie. Maar dat is geen discussiepunt. Tweede Pinksterdag speelt SC Boys vierde klas. Dus nou ja, jij durft niet zeker te zeggen of ze gaan winnen of niet. We winnen altijd. Altijd. Nou, ik bedank jou voor jouw bijdrage. En ik zie jou zeker terug volgende week, denk ik. Hoop ik wel. Ja, oké. Bedankt. De hele week, hè. Helemaal ja. Ik weet nog goed, de oprichting kwam hier ook in deze gelegenheid bij Belkari. En er was nog A-junior. Daar heb ik nog één wedstrijd in A-junior mee mogen doen. Want toen ben ik in het eerste gekomen, ja. En sindsdien ben ik altijd lid gebleven van SC Boys. Zeg, kun jij iets vertellen tussen het verschil tussen toen en nu? Ja, dat is voor mij heel moeilijk. Ik was vroeger een hele fanatieke voetballer. De jeugd is anders als wij. Die gaan dus 11 uur van huis en wij kwamen 11 uur thuis. En dat is verschil. Maar heel veel verschil is er dus niet tussen. Dus er is zeker een mentaliteitsverschil. Dat is. En dat is en zal wel blijven. En wat doe je nu nog eigenlijk bij SC Boys? Nog heel veel. Ik ben nog iedere week grensrechter, assistent, scheidsrechter noemen ze het tegenwoordig. Ik trek nog lijnen voor SC Boys. Ik fluit door de veteranen van SC Boys. En ik hoop dat nog heel lang te doen. En volgende week die wedstrijd, volgende week maandag. Nou, als je jongens mijn één plezier doen, op de kar. Hey, hartstikke bedankt. Naast mij en hij is onze dirigent van de fanfare. Jan Gerrit, stel je eens even voor. Ja, ik ben Jan Gerrit Adema. Ik ben geboren in Friesland.
Sinds een aantal jaren ben ik hier komen studeren. En ik sta denk ik inmiddels een twee jaar, of een jaar, anderhalf jaar voor de vervaren. En ik heb hier prima naar mijn zin. Ben je tevreden over het optreden van vanavond? Ja, het is een fantastisch succes geweest volgens mij. Ja, de mensen zijn allemaal heel enthousiast en ook het niveau was buitengewoon. En je eigen optreden? Ja. Daar kan ik niks meer zeggen natuurlijk. Ja, nou, leuke reacties. Is het allemaal, het is allemaal volgens mij positief ontvangen. Zelfs door de Essen voetballers, denk ik. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat zelfs voetballers cultuur weten te waarderen, dat is geweldig. Ja. Hey, ik bedank jou voor jouw bijdrage. Ja, dankjewel. En natuurlijk Misha Bergman. Dankjewel voor dit fantastische concert. Het Essen Trefpunt, waar u terecht kunt voor uw lekkere warme of koude hap en waar u tevens kunt genieten van een lekker koel glaasje bier. Denk ook aan Loes Essen TV en verloot iedere maand 2 waardebonnen onder onze steunzenders. De volgende personen kunnen een waardebon aangeboden door het Essen Trefpunt afhalen bij familie Pijnenburg Hulsberg 5 in Es. Wilt u ook een kans maken om als steunzender iets te winnen? Bel dan 601462 en steun Loes voor 10 gulden per jaar. Zandsoft. Laat uw computer weer lachen. Nu wij hier al.
leuke match. En iedereen hier op dit feest, die zegt straks nog heel zacht, dat doen die boeren nog maar goed, hadden jullie dat verwacht. Bij het 50-jarige bestaan komen wij misschien terug. Dan spelen wij een nieuwe mars met de drom op onze rug. Het feest hier gaat nog een paar uurtjes door met de knoesjes. We hopen dat u heeft genoten en denk eraan, volgende week gaat het feestpad echt beginnen. Tot ziens! Goedemiddag dames en heren, u bent nu rechtstreeks verbonden met de enige echte Essen-klassieker Luxemburg S over een afstand van 250 kilometer. En deze wordt verreden door leden van het pionneke uit Essen. En we zijn nu op dit moment in Spoordonk, dat is op 10 kilometer van de finish. En alles is volgens ze zeggen, alles naar wens verlopen. Want in het begin hebben we de Marleskern hebben ze moeten beklimmen. Dat was het even afzien voor de meeste jongens onder de renners. Maar dat maakt niet uit. Ze zitten nu op 10 kilometer van het einde. En we kunnen over een klein half uur de finish verwachten op het voetbalveld in Essen. Op dit moment aan de leiding Kees van den Aker van het pionneke met op in tweede stelling Ad van Helvoort. Ad van Helvoort en ik zie Theo van Roosmalen naar de motorrijder Don van Helvoort. En het is een veldjagende jacht, dames en heren. Het is er ook alles aan gelegen wie hier als eerste dadelijk in Essen aan zal komen. Maar ik denk dat het een echt gaat worden zo aan de jongens te zien. Maar op kop nu nog steeds Kees van den Aker. Want ja, dames en heren, Theo van Roosmalen is afgezakt uit de groep. En er wordt omgekeken wat gaat men doen. Heeft Theo lekker gereden? Ik kan het zo op het moment even niet zien.
Maar Theo zakte iets weg uit de groep, maar wordt weer opgevangen. Ja, komt weer terug in de groep. Ik dacht in eerste instantie aan de lekkerband, maar Theo is weer, ja, is weer aangesloten in de groep. En ze gaan richting S en het zal over enkele ogenblikken een geweldige apotheose worden, dames en heren. Want dan komt de karavaan aan in S en zullen zij onder een luid gejuich van vele honderden toeschouwers ontvangen worden op het sportpark in S. En dames en heren, met nog 2,5 kilometer voor de wielen naderen we S met een voltallige groep. Komen wij S dadelijk binnenrijden, want zo even heeft Theo Roosmalen nog even in de volgwagen iets moeten nuttigen. Maar dat, ja, dat mag ook, dat moet ook kunnen, dames en heren, want het is een helse rit geweest. Ze fietsen nu richting kanaaltje in S, wel bekend. En de motorrijder Donden Helvoort, ja, zit voor de groep. We zitten nu even iets achter. En aan de start op dit moment Kevenhager, die ontzettend veel kopwerk heeft verricht in deze groep. Samen met Martien van der Meijden en alle andere renners hebben ze hun werk gedaan. Hier al de eerste supporters staan hier al langs de weg te klappen, dames en heren. En dat zal dadelijk nog veel meer worden als men S op een kilometer genaderd is. Want dat kan ik u wel zeggen, in S staat er nog iets te wachten voor deze jonge mannen. En ze komen nu richting S. Theo Roosmalen, ik zie daar Martien van der Meijden. Martien van der Meijden mee in de voorste gelederen, dames en heren. En dan komen ze richting centrum gereden. Want ze zullen over enkele ogenblikken langs de feesttent arriveren. En dan richting voetbalveld, waar zij als laatste, waar de streep is getrokken. Op dit moment Theo Roosmalen aan de leiding. Het is een geweldige race geweest, dames en heren, van begin af aan. Ontsnappingen hebben we gehad. We hebben ontsnappingen gezien op de eerste berg waar Martien van der Meijden alleen was weggesprongen. Hij werd teruggepakt door een compacte groep. En op de tweede beklimming in Luxemburg was het wederom Martien van der Meijden die aan de haal ging. En zo dachten wij dat wij in het laatste stuk misschien nog een debarage zou plaatsen. Maar de groep blijft compact bij elkaar. Het is mooi om te zien op het moment Ad van Helvoort samen met Theo Roosmalen aan de leiding. En met een compacte groep komen zij hier eerst binnen. Het is op de Ad van Helvoort, Theo Roosmalen, Keef van den Haken, Patrick de Noude. Ze komen hier eerst binnenrijden en de finish zal over enkele ogenblikken plaatsvinden, dames en heren. Ik denk dat we een ex aequo krijgen, want het is wel zo'n mooi gezicht om dit te zien. Een geweldige prestatie van deze jongens. Het is echt grote klasse. En hier komen we dan bij de feesttent aan, dames en heren. En de renners, het zijn een achttal. We worden hier even opgehouden door het verkeer. Dit is even een streepwoordrekening, want dit had nooit mogen gebeuren. Dit had afgezet moeten worden. En wij zullen nu even een oponthoud. We moeten nu door naar het voetbalveld waar de finish is. En daar, ja, de renners komen in de laatste bocht. En daar, ja, komen zij aan. Het is een achttal. Ja, daar weer aan de kop. Theo van Roosmalen. En het is een wiel af van Helvoort. En wie zal dit? Ik denk toch een ex-aequo ook, dames en heren. Want dit is heel mooi om te zien. En wat er ook gebeurt, het is, deze rit kent 8 winnaars. Want het zijn geweldige kanjers die hier, dames en heren, met een geweldige inzet hebben geknokt. Ze zijn vanmorgen vroeg vertrokken. En hier komen ze dan de laatste meters. Ik zag Theo Roosmalen. En dan nog een slok drinken. En daar komen zij over de brug. Zij naderen nu, dames en heren. En met, ja, dit moet een prachtige finish worden. Ja, want ik zie de motorrijders komen hier langs. En dit is, ja, dit is het mooiste wat er is. Daar komen ze aan. Iets zachter rijden, dames en heren. En hier draaien zij dadelijk zo dadelijk het stadion om. Je zet een auto daar aan de kant bij, hè? Waar? Oh, hier gewoon maar aan de kant. Nee, daar, doe maar. En daar komen de motorrijders aan. En het is, ja, dames en heren, het is Theo van Roosmalen die als eerste het sportpark komt opdraaien. Theo, dames en heren, het is geweldig wat deze jongens hebben laten zien. Het was Theo van Roosmalen. Ze zag ik, dacht, jawel hoor. Theo van Roosmalen, Patrick de Noude, Ad van Helvoort en alle andere Kevin en Haken zie ik er nog. Prachtig jongens wat jullie gepresteerd hebben.
Nou Theo, welkom thuis. Alles goed verlopen hebben we begrepen? Ja, het is fantastisch gegaan. We hebben een paar lekke banden gehad en verder hebben we eigenlijk materiaalpech helemaal niet gehad. En, verkeerd gereden zijn we ook niet, het is allemaal goed gegaan. De volgwagens wel verkeerd gereden. Verkeerd gestuurd heb ik begrepen? Ja, dat zal wel verkeerd, dat zal wel dus aan hun liggen. Of aan mij liggen. Maar of die route hebben wij ooit meegereden. En als je het weet, dan soms is de kern is iets veranderd of de plaat. En ze waren in België aan de weg aan het werken. En toen wij 3 weken geleden waren, konden we daar door. En nu konden we niet door. Lag die verkeersplaat waar wij de naam op stond, die lag daar langs de weg. Dus dat was even omrijden, maar anders dan, dat is goed gegaan. Dus, wat dat betreft was het goed geregeld, goed verzorgd, perfect. Iedereen is tevreden. En, zat er iemand door, dan werd hij even moed ingepraat, even achter in de wind gezet en dan ging het wel. Toen jullie vertrokken vanuit S, toen zat er nog iemand met zijn handen tussen de deur. Heeft je daar nog last van gehad? Nou, toen hebben we vlug in de tent ijs gehaald en heb je eigenlijk geen last van gehad. Want het was zo mooi op de Brak Michel. Toen was hij achtergebleven, toen heb ik even op hem gewacht en toen reed ik zo naar boven, toen met hem in het wiel en zeg je, hoe is het met mijn hand? Nou, met mijn hand is het goed, maar met mijn benen. Hey, even kort, de laatste dag. Jullie zijn vanmorgen hoe laat vertrokken? Om 7:10. En toen was het ontiegelijk koud, want de voorruit van de auto was helemaal bevroren. Nou, dan is het eerst, we moeten 500-600 meter moeten klimmen. En dan gaat het naar beneden toe, dat is toch wel 1,7 kilometer. En dan is het echt koud. Krant onder de trui, of niet? Nee, dat niet. Want dit shirt, Johan. Maar wel in de blote benen. Want als je dus, je moet eigenlijk mee winnen aan de kou. Want als je dan warm is, dan moet je dat doen. Dan krijg je weer zo'n opdonder. Dus, Theo, nou natuurlijk het belangrijkste. Je bent hier aangekomen. Het was 5:30. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die op dit moment in de tent zitten in het dorp. En die de uitslag krijgen van het aantal, of de tijd die gereden is. En een aantal lekke banden. Maar er zijn ook mensen die nu tv zitten kijken en misschien niet in staat zijn om weg te kunnen. Zou je die mensen een indicatie kunnen geven hoe lang je erover gedaan hebt? Ja, we hebben er ongeveer 8:50 over gedaan en dan nog een extra secondes. Maar die mensen die nu zitten te kijken en hij heeft prijs, dan wordt hij vanavond nog gebeld en dan kan je in de tent de fiets op komen halen. Dus... De fiets op komen halen en het aantal banden, want het aantal lekke banden geldt ook. Dat geldt wel ook, en dat mag ik eens weten, er waren er 4. En is dat altijd dezelfde die zijn materiaal slecht onderhoudt of is het verdeeld? Het was verdeeld, maar de laatste was wel toevallig was altijd bij Anton van Herpen. En dat kwam in Bork en Schaf, was een wegomlegging, want dat was een broderie van een van de fanfaren. En er was een beetje slecht weg en die reed over de steen en voor kapot. Nou, en reed je door en de 3 kilometer, het was achter ook, dus daar kunnen we niks aan doen. Dus. En de andere was ook een beetje slechte weg, maar echt kapot, verder niet. Want gisteren hebben we regen gehad en toen was ik veel bang voor de lekke banden, toen hebben we niks gehad. Maar met die regen kunnen we wel kijkers in de banden gaan zitten, dus dat is nou uitgekomen. Dus. Blij dat je terug bent. Dat wel. En de opbrengst van heel het... Heel het programma, heel de loterij, is daar iets over bekend? Helemaal niks. Ik zou het echt niet weten. Toen ik wegging hadden ze zoiets van 400 voor een nier. Maar verder weet ik niet. En dan hadden ze nog een hoop sponsor. 5 gulden. Dus dat hadden ze wel. Maar hoe het verder verlopen is, dat weet ik ook allemaal niet. Want ik was eigenlijk buiten mijn om. Dus ik heb die niet van Brussel gehad. Maar die zal je vanavond allemaal wel bekend maken. We zijn benieuwd vanavond. We zullen kijken. Hé, hey, ik ga snel naar de burgemeester, want ik zag dat ik ermee stond te kletsen. Ja, ik heb bier van hem gehad. Ja. Oké, ja. Vanavond de prijsuitreiking, vanavond de uitreiking van de gedoneerde fiets. Morgenmiddag.